Aad van der Plas. Afscheid genomen van de Rooipaal. Hij heeft nog speciaal voor ons, voor de kijkers van de Lot, een lekker amuse recept bereid. En ik moet er gewoon bij zijn. Ik moet gewoon in zijn keuken op de Rooipannen erbij zijn. En dat was leuk. Kijk maar lekker mee. U kunt het gewoon maken en het is heerlijk. Ja, hij neemt afscheid en hij heeft voor ons toch nog een klein hapje om het een beetje aangenaam te maken, het afscheid. Nou, we hebben maar gedacht om wat bruschetta te maken. Bruschetta is eigenlijk een toosje, een schijf brood wat op vuur geroosterd zou moeten zijn. En dat wordt dan belegd. En de basisbeleg is eigenlijk tomaten. Een Italiaans is natuurlijk een pomodori-tomaat. Waar zout en peper en knoflook, een beetje ui aan toe komt, dat is de basis. En dat leggen we op elk toosje. En dan kunnen we, dat is de bodem, en dan kunnen we er allemaal lekkere dingen op doen. Dat zou gerookte zalm kunnen zijn. Ik heb ook verse zalm. Ik heb hele mooie hamsoorten, heb ik. Fijne paddenstoelen, caviar. Je kan het zo luxe maken, kiplevertjes, mooie tomaatjes erop. Je kan het zo luxe maken als je wil. Maar de basis, ja. de basis, hoe maken we die? Nou, normaal zeg ik gewoon een schijf brood en dat kan ciabatta brood zijn, mooie schijven gesneden. En die zou je even kunnen toasten. Dat zou je ook in je toastrooster thuis kunnen doen. Voor ons is dat natuurlijk heel veel werk, stuk voor stuk. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een brood in schijven gesneden. Ik heb een beetje olijfolie op de bakplaat gedaan. Dan leg ik de schijven brood op. En dan gaat weer een klein beetje olijfolie op. Met een beetje zout en peper en kruiden en specerijen. En zo kan je ook een crostini maken. Dit blijft lekker krokant. Ook heel lekker is bijvoorbeeld zo'n toosje. En daar een schijf geitenkaas op. En even onder de salamander op een heerlijke verse salade. Ja, dat is genieten natuurlijk. Dit blijft lekker krokant. Maar hier zit nog geen knoflook op. Hier zit nog geen knoflook op. En die knoflook, die kan insmeren met knoflook. Maar ik ga straks de knoflook fijn hakken door de gesneden tomaat. En dat gebruiken we eigenlijk als een smaakgever, als een bedje waar we anders de lekkere spullen op leggen. Oké, zo werkt het dus. Nou, we gaan even kijken hoe... Je kan ook stuk voor stuk insmeren, maar... Veel werk. Als ik dat gemengd kan doen, is dat natuurlijk wel fijner. Ja, dit is leuk om mee rond te gaan natuurlijk, met verschillende ingrediënten erop. Nou, het is vers. Het ruikt ook heel erg lekker. Hè. We hebben natuurlijk daar, mag ik niet vergeten, basilicum is natuurlijk een oregano erbij. Daar kan je met kruiden, dus kan je natuurlijk erg heel veel dingen doen. Ik ga even wat pomodori tomaten. Die mag je met vel. In de horeca is het vaak gebruikelijk dat we het schilletje er even afhalen. Dan gaat hij even in een warm bad met kokend water en een minuutje en een half velletje eraf. Wat ik nu doe, ik ga de fijn snijden. Hand van de meester, hè? Kunnen wij zo zelf niet. Hè? Zo. Ik laat ook de zaadlijsten erin zitten. Dat geeft ook een beetje smaak. Wordt het dan niet te nat op het toosje? Nou, daarom heb ik hem dus van tevoren lekker krokant gemaakt. Dan kan die ook wat hebben. Als ik hem, zoals het officiële recept is, even alleen maar, zeg maar, grillt. Dan blijft hij ook nog zacht van binnen. En dan geeft hij dit natuurlijk ook heel snel, geeft hij de vocht af. En dan wordt het toosje slap. Dit kan wat hebben. Neem niet weg dat het wel prettig is om dit alle minuut te eten. Dat moet gewoon direct, hup. En dit is een gerechtje. Dus hoef je niet warm te eten dan? Dit hoeft zeker niet warm, want dit is eigenlijk al wel wat afgekoeld. Ja. Dat mag warm. Ik kan er ook warme garnituur op leggen. Hè. Als ik gebakken champignonnetjes erop doe, dan kan dat natuurlijk heel lekker zijn. Ik ga deze pomodori tomaatjes, die ga ik even bij elkaar doen. Ik doe er een beetje knoflook bij. Heel klein beetje olijfolie. Klein beetje azijn, balsamico azijn, zo heerlijk, een paar druppeltjes. Dat geeft net een pitje eraan. En ik doe er zout en peper bij, die ga ik even pakken. Nou,
Kijk, die lekkere toastjes, die moet je natuurlijk van tevoren klaarmaken, hè. Maar dan heb je ook wel snel een leuk gerechtje om mee rond te gaan. Als je een beetje een gezelschapje hebt. Of er komen wat vrienden bij je thuis. Dan zeggen we, nou, lekker... lekker amuse is het eigenlijk wel. Juist, dat heeft de functie, hè. Het is een beetje een amuse, maar het mag ook tussen twee gerechten. Hè. Dus je zegt, nou, je hebt gasten. Je bent in de keuken nog even bezig, hè, dat kan voor het volgende gerecht op te zetten. Kan je één zo'n klein hapje zo, dat is gewoon een feest. Mensen kunnen ervan genieten, heerlijk glas wijn erbij, maar ja, dat maakt het leven ook aantrekkelijk. Hè? Ja. U bent helemaal gelijk, ja. Wat een leuk vak hebt u toch eigenlijk, hè? Ja, ik denk als ik een nieuw leven heb, zou ik toch weer kiezen. Want eten en drinken, dat is natuurlijk feest, hè. Mensen vinden het vaak ook prettig. En zeker met een vriendenclub. Heerlijk. Ik vind het heerlijk om te kunnen koken. En als mijn vrienden daar ook, en dan zijn het je vrienden natuurlijk, als die dat waarderen en samen kunnen genieten met een goed glas wijn, dan is het leven waard om geleefd te worden. Hè? Ja. Heerlijk. Ja. Nou, dan hebben we hier de tomaten. Ik wil het alleen nog wel fijn gesneden. Azijn, olijfolie, knoflook gesneden, kan ook uit de pers natuurlijk. Zout en peper erbij, dan heb je al iets, hè. Pomodoro tomaat, u weet wel, die tomaat die lijkt op een ei. Eitomaat. Ja, Italiaanse tomaten heeft hij hier nog van alles en nog wat staan. Nou. Dat wordt smullen direct, denk ik. Het is niet moeilijk. Dat hadden we gevraagd. Lekker makkelijk gerecht. Het is niet moeilijk. Het is gewoon een beetje verzinnen wat je erop doet. Nou, dat is de keuze maken van een... Wat ik altijd ook probeer te zeggen, ga er niet heel veel dingen voor kopen. Dat mag natuurlijk altijd maar. Maar kijk gewoon wat je in je koelkast hebt. Of wat je gewoon in huis hebt. En probeer daar iets lekkers van te maken. Want het kost natuurlijk toch al genoeg. En doe ik een fijn gesneden uitje erbij. Zo. Nou, dit is de basis. En hier leg ik straks. Zo. Ik kan natuurlijk heel rijk kan ik dat beleggen, hè? Met veel meer garnituur. Maar je moet ook rekening houden met je gasten dat het ja, niet van de toosje afvalt, maar moet het te eten van zijn. Zo. Maak even dit rijtje vol. En daar leg je dan weer bijvoorbeeld een plakje zalm op of een mooie ham of een takje basilicum. Zo is het al een bruschetta. Zo is het al goed. Alleen... Zelf vind ik het natuurlijk spannender om er iets mee te maken. Kijk, zo'n lekker basilicumblaadje, dat maakt het natuurlijk ook... Vrolijk. Het ruikt ook heerlijk. Ja. En je legt daar een stukje op of een mooi blaadje. Zo. Ze zeggen dat je de blaadjes een beetje moet scheuren. Dan komen die etherische geuren komen vrij. En dat maakt het natuurlijk ook allemaal goed. Zo. Het ruikt nu al. Oh, en... Zit er iets anders nog in? Och, kijk eens. Dat nou weer? Ja, een stukje, hoe heet dat? Oregano erbij. Oregano, zo, die ziet er zo mooi vers uit. Ja. Prachtig. Ja, maar met verse spullen. Ja. Als je dit hebt, dan is koken geen kunst meer, hè? Met allemaal verse, lekkere dingen. Je hoeft het alleen maar een beetje samen te stellen en dan komt het helemaal goed. Ja, oké, maar je moet het wel weten natuurlijk, hè, wat je erop moet doen. Nou, wij weten het nu. Okay. Ik ga er nog even een lekker stukje gerookte zalm. Ik krijg nu al het water in mijn mond. Dit is de basis en hiermee kan je alles. Okay. Ook mozzarella erbij of heerlijke parmezaankaas. Ja, gewoon erop. Gewoon erop. En lekker afwisselen. Afwisselen en mooie diversiteit. Ja. Dat, en zeker als je dat presenteert aan je gasten, ziet dat er ook al heel aardig uit. En als je wil, kan je ook zeggen van, god, ik doe de mozzarella op. Of een stukje geitenkaas, maar mozzarella. En even onder de salamander, onder heel klein beetje in de hete oven, dat die licht gesmolten is. Heerlijk. Ja, ik kan er niet anders van maken, maar het is gewoon lekker. Nou. Zo, we hebben snel wat kleine hapjes gemaakt. He? Kunnen we heerlijk met een glas wijn gaan we zo even met elkaar genieten. Oké? Okay? Ja. Hartelijk dank. Graag gedaan.